Etzia Romby heeft ruim zes maanden na het verbreken van de band met Glennis Grace... nog steeds geen behoefte om contact op te nemen met haar voormalige collega van de Ladies of Soul. Dit is simpelweg niet het juiste moment, verklaart de zangeres in een recent interview. De breuk tussen Glennis en de populaire zanggroep hing al jarenlang in de lucht. De overige leden worstelden met de vraag hoe ze de temperamentvolle Glennis uit de groep konden zetten, vooral omdat ze zelf geen stap terug wilden doen. Twee jaar na het beruchte incident in de jumbo waarbij Glennis verwikkeld raakte in een vechtpartij, werd eind maart eindelijk de knoop doorgehakt, de ladies of soul besloten unaniem verder te gaan zonder haar. Dit besluit schoot bij Glennis in het verkeerde keelgat en ze uitte haar woede op een niet mis te verstaande manier richting haar voormalige zangpartners. Sindsdien heeft Glennis de breuk met haar oud-collega's nog niet kunnen accepteren en het lijkt erop dat de spanningen tussen haar en de groep nog niet volledig zijn afgenomen. Toch kijkt Edcilia met geen enkele vorm van wrok terug op de situatie. Glennis is een uitzonderlijke zangeres, en ik ben altijd een groot bewonderaar van haar geweest, geeft ze toe. Ondanks de verschillen tussen hen, konden ze altijd goed samenwerken, en Atsilia wenst haar oud collega dan ook het allerbeste toe. Weet je, de tijd zal ons laten zien hoe alles zich ontwikkelt. Ik heb geen nare gevoelens tegenover haar, deelt ze openhartig in een interview met Weekend. Atsilia benadrukt dat ze Glennis enkel veel wijsheid en geluk toewenst. Het belangrijkste is dat iedereen leert en groeit van de ervaringen die ze opdoen. Ik leer ook nog elke dag van alles wat ik om me heen zie en meemaak. Helaas heeft de situatie met Glennis geleid tot een hoop onrust, maar dat is nu eenmaal hoe het is gegaan. Ondanks de gebeurtenissen blijft Celia liefdevol over haar voormalige collega spreken. Ze kent Glennis al jaren en hoopt dat ze haar weg vindt in de toekomst. Ze is blij om te zien dat Glennis nieuwe projecten oppakt en zich weer op haar carrière richt. Toch voelt Atsilia geen drang om op korte termijn contact op te nemen met Glennis. Ik voel op dit moment geen behoefte om de telefoon op te pakken en haar te bellen. Misschien komt dat ooit nog, maar nu is niet het juiste moment, legt ze uit. Volgens Atsilia zal alles uiteindelijk vanzelf op zijn plek vallen. Het leven loopt zoals het loopt, en ik denk dat iedereen uiteindelijk weer op zijn pootjes terechtkomt. Op de vraag of Glennis ooit nog terug zal keren bij de Ladies of Soul, blijft Atsilia diplomatiek. We hebben nooit met haat in ons hart gehandeld. Echt niet, benadrukt ze. Hoewel de toekomst onzeker is, lijkt Ecilia's boodschap duidelijk: er is geen plaats voor wrok of negativiteit, en ze blijft hopen op het beste, zowel voor Glennis als voor de rest van de groep.